De titel van mijn column is Verwarrend. Het zijn verwarrende tijden. In ieder geval voor mij. Want laat ik nu altijd gedacht hebben dat Nijmegen hartstikke voorop loopt met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Nijmegen was toch Green Capital? Een voorbeeld voor heel Europa? En ik heb toch nog niet zo lang geleden een column geschreven over die fractoren langs de energieweg. Een wonder van technisch vernuft om de verspreiding van fijnstof tegen te gaan. En Harriet Timens kan toch niet meer dagelijks met goed fatsoen de site van de Gelderlander bekijken zonder te lezen hoe ze voor van alles en nog wat wordt uitgemaakt met haar groenlinkse fietshobby. Dan is het toch niet gek dat ik in verwarring raakte toen ik las uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gebleken dat Nijmegen en Arnhem de twee meest vervuilde steden van Noordoost-Nederland zijn op het gebied van uitstoot door verkeer en industrie. Van heel Noordoost-Nederland. Of het niks is. Dat wekt minimaal de indruk dat alle tot nu toe genomen maatregelen redelijk zinloos zijn geweest tenzij bewezen kan worden dat Nijmegen zonder groenlinks met stip op één had gestaan van heel noordoost-zuidwest Nederland. In dat geval had onze eigen Jan van der Meer helemaal op zijn achterste benen gestaan als chef klimaat van de provincie. Want zo werd zijn functiebenaming afgelopen week in de krant omschreven. Arme Jan doet zo zijn best om het in Gelderland en verder buiten klimaattechnisch een beetje op orde te krijgen, omdat hij stellig van mening is dat we met z'n allen in alarmfase 1 zitten, wordt hij gekarakteriseerd als een soort klimaatgekke stationschef met een groene in plaats van een rode pet. Maar er gloort hoop aan de Nijmeegse klimaathorizon. Harriet Tiemens wordt komende week door het college van BMW naar Utrecht gestuurd, om daar het Landelijk Schone Luchtakkoord te ondertekenen. Ik heb de moeite genomen om het betreffende collegevoorstel te lezen. Dat lukte. Begrijpen was een stuk lastiger. Want ik snapper geen hout van, wat het betekent als er minimaal langs één corridor wordt gewerkt aan het opbouwen van een zero-emissie-infrastructuur, maar waarmee zowel de natte als de droge kant. Emissieloos of emissiearm kan opereren. En dat is nog maar één zin uit een flinke beleidsnotitie. In gedachten zie ik Harriet Tiemens in de trein richting Utrecht zitten. Ze telefoneert met partijgenoot Jan van der Meer. Jan, met me Harriet. Ik rij naar Utrecht voor de bijeenkomst over het Schone Luchtakkoord. Weet jij wat er in hemelsnaam met al die moeilijke woorden wordt bedoeld? Mijn handtekening komt eronder te staan. Dat schept toch verplichtingen. En dat Jan dan antwoordt: Hoe moet ik dat nou weten, Harriet? Ik roep altijd dat het alarm fase 1 is. Meer hoef ik niet te doen. Leg nou maar gewoon dat fietspad aan langs de sint annestraat en probeer links en rechts wat woningbouwprojecten zonder gas te laten bouwen. De rest is te verwarrend.